Pronto Wonen. Lekker snel genieten van uw nieuwe meubelen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Als ik ook al uit deze buurt kom en ja, dan trainen ze echt warm lopen. Dan focus je natuurlijk op invallen en als het uiteindelijk uitkomt, dat is geweldig. Dat is geweldig. 82e minuut volgens mij. Je moest nog een aantal minuten even wachten. Hoe is dat dan? Ben je man gespannen? Ja, ik moest wat langer wachten, want de bal ging nog niet uit. Maar ik was gefocust. Ja, natuurlijk is lang wachten nooit fijn, maar ik ben er wel lekker ingekomen uiteindelijk. Ja, hoe lang heb je uitgekeken naar dit moment? Want de hele voorbereiding ben je er al bij? Ja, de hele voorbereiding ben ik al bij. Het gaat supergoed. En ik heb al lang gewacht, maar dit is eindelijk gewoon mooi uitgekomen. En toch nog in een korte periode dat ik nog op mijn 16e kan debuteren, is alleen maar mooi. Dat is echt top. Ja, vertel eens wat over jezelf. Je bent 16 jaar, uit Steenderen. Ja, uit Steenderen. Klein dorpje. In de buurt van Zutphen een beetje. En die zijn allemaal super trots natuurlijk dat ik ook ben gedebuteerd. Ja, echte Achterhoeken, hoe voelt dat? De Vijverberg op deze manier binnenkomen? Ja, geweldig. Hoe de supporters ook na de overwinning gewoon juichen en zo. En dat we weer de 3 punten binnen hebben is natuurlijk echt fantastisch. Want daar gaat het natuurlijk om. Ja, jij kan ook verklaren hoe het kan dat jullie zo goed eigenlijk op die startblokken schieten met 3 zegens. Nog nooit gebeurd, hè? 3 overwinningen voor de Graafschap. Ja, ik heb het al gehoord, geschiedenis geschreven. En natuurlijk fantastisch gedaan van het team. En nu moet het gewoon weer verder gaan. En dus een geweldige start, 9 punten. En zo vol blijven gaan. Vol door blijven gaan. Want hoe heb jij gemerkt, ook in de voorbereiding, hoe snel die knop van de degradatie is omgezet en de focus op promotie al direct? Ja, die is heel snel omgezet. Ja, de supporters staan er gelijk weer achter. Gelijk willen strijd, we leveren strijd en ook nog goed voetbal. Af en toe kan nog beter, maar het is geweldig hoe de supporters erachter staan. Dus gelijk, de knop is gelijk omgezet en vol voor promotie gaan. Heb je ook genoten toen je op de bank zat van de wedstrijd? Zeker, zeker. Als we de goals maken, dan ben ik natuurlijk super blij natuurlijk dat we de goals maken. En dan uiteindelijk nog die 3-0 is natuurlijk heerlijk. Ja, geniet je echt van de bank. Wat kunnen we eigenlijk van jou verwachten nog dit seizoen? Ja, ik hoop natuurlijk nog meer minuten te maken. En gewoon lekker in te komen en dan nog veel speeltijd hoop ik te krijgen. Jullie staan bovenaan nu, 3 wedstrijden, ook echt bovenaan. Alleen, is dit de Graafschap, we hebben het zo vaak gezegd, maar is dit de Graafschap echt een titelkandidaat als je het op deze manier laat zien? Ja, vind ik wel, zeker. Ik vind zeker dat we voor het kampioenschap moeten gaan en dan wedstrijd voor wedstrijd volle bak gaan en gewoon elke wedstrijd 3 punten willen pakken. Tot slot, ken jij Chris Hartjes? Chris Hartjes? Nee, nog nooit van gehoord. Nee, Chris Hartjes. Ik vraag het omdat hij in 1964 16 jaar was. Toen maakte hij zijn debuut voor de Graafschap. Hoe uniek is dit moment dan? Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, dat is supermooi. Als hij ook op zijn 16e jaar, dat is onwerkelijk. Daar droom je als kleine jongen droom je alleen maar van. Dus het is fantastisch dat het zo uit is gekomen. 1964, hè? Besef je hoe uniek? Een tijd geleden, ja. Ja, nee, dat is top. Dat er nu weer in 2019 gewoon weer kan gebeuren, ja. Volgens mij ben je alleen net niet de jongste. Is dat dan nog jammer? Ja, dat is natuurlijk jammer, maar ik maak me niet uit. Ik geniet hier al superveel van.